Oeh, slecht teruggespeeld. En dan overtreding van Nico van Kerkhoven. Wordt dat rood, want was hij de laatste verdediger? Ja, rood, na 2 minuten. Nico van Kerkhoven, ouderdomsdeken. In het Belgische voetbal vloekt zich de pletter. Westerlo moet 88 minuten met zijn tiener voort. Hier gebeurt het. Hij tikt tegen het been uiteraard. Daardoor valt De Camargo misschien niet mee opzet. Maar het resultaat is hetzelfde. Oh, 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 zegt Jan Kuilemans. Goed om. Pocagnoli. Carcella. Daarden. De Voer. En mooi gelopen van Witzel. Die gaat trappen. De Winter lost hem niet. Ja, Standaard moet nu vol voor de 3 punten gaan. Joris van Hout heeft overigens niet veel plezier beleefd aan zijn spitspositie. Hij staat ondertussen centrale verdediger in plaats van Kerkhoven. En De Kelder alleen in de punt. De Kelder pikt hier er wel mee. Van Oudenaarde. 2 man. Gaat hij hem voorbrengen? Hij krijgt hem voor. Oeh, kijk. Schotje van Farsi. Nee. Bolat. Ja, met zijn tienen komen ze er toch door bij Westerlo. We zijn 7 minuten aan de gang. Na 10 minuten wissel bij Westerlo. Jan Keulemans haalt Farsi eraf en brengt Wouter Korsjes in de ploeg, in de defensie. Zodanig dat Van Hout weer naar voren kan. Carcella, geen makkelijke bal. Hij blijft meester. Over de bal, Medi Carcella toont even wat hij kan. Carcella legt terug, Koen Daarde. Iemand moet wel trappen. Dat is Koen Daarde. Bijzonder mooi werk, maar dan even aarzeling. Om zelf te trappen of een assist te geven. Koen Daarde zit een beetje vast. Kan dan toch schieten, maar Yves de Winter krijgt de bal pal op zijn knieën. Blijft 0-0 na 17 minuten. Standaard komt. Na 20 minuten alweer een wissel van Jan Keulemans. En het is een noodzakelijke wissel, want Adnan Bravac, de Bosnier, verdediger, gaat er ook af. Dus Jan Keulemans verliest zijn 2 centrale verdedigers van Kerkhoven met rood. Bravac met blessure en Moses Adams komt erop op het middenveld. En ja, Van Hout die moet alweer naar het centrum van de defensie. Het is hem echt niet gegund. Alexander Jakovenko, hij kan dat. Plaatst hem goed, maar daar is De Camargo. Adams. Dat is mooi tussendoor, hoor. Bijzonder mooi. Jakovenko. De Kelder er helemaal naast. Anap moet trappen. Hij gaat hem niet binnentrappen. Bolat. Ja, Westerlo is nog niet dood. Mooi van Bolat, maar het was ook echt nodig. Hier zien we die forse keu. Dan Anap die hem goed meeneemt. Schot is ook goed, hoor. Laag. Maar Sinan Bolat toont zijn klasse. Witzel. Zoekt de dubbelpaas, maar dat komt er niet van. Dan maar Carcella. Een schot naast, maar eindelijk nog een Standaard. Dat Westerlo leek te gaan opvreten. Na die uitsluiting, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. 20 minuten vuurwerk, maar dan ingezakt. We gaan rusten met 0 tegen 0 uiteindelijk. Met 11 tegen 10, maar geen goals in Standaard Westerlo bij de rust. Standaard begint de tweede helft. Met een hoekschop. Spelen 1 minuutje. Een omhaal. Erg mooi van Victor Ramos. Verdediger zonder franje. Maar dit deed hij goed. Wel net naast. En Standaard heeft geen andere keuze dan te komen. Dan te winnen. Anders wordt het publiek wat boos, denk ik. Witzel. Witzel gaat alleen. Dat wordt moeilijk, maar doet dat goed. En hij gaat liggen. We spelen nog altijd. En dan overtreding op Jakovenko. Maar Witzel zocht iets te nadrukkelijk de penalty. En Van der Velde die gaf geen krimp. Hier nog eens. De Petter, ja, die voet blijft wel hangen tegen de voet van Witzel. Tja, tja. We krijgen de wissel bij Standaard. Koen Daarde gaat eraf. En niet Bokani of Jovanovic komt erop. Maar wel bij zijn mij Nikkeize, verdedigende middenvelder. Tot groot ongenoegen van het publiek. Maar De Voer zal wat hoger moeten gaan spelen. Nikkeize verstuurt meteen de lange ballen. Dalma, Jeffke kon er niet bij. Dalma raakt niet voorbij zijn man.
dan Witzel. Nikkeze. Veel bij de bal. Waarom is die trappen, Nikkeze? Laag schot, De Winter. Ja, Nikkeze mist zijn entree niet. Stevig schot na 23 minuten. Maar De Winter al wel goed tegen de grond. Anap, stevig lijf. De tackle van Pocognoli is ook goed. Ruimte, Carcela. Daar zit wat in voor standaard. 14 minuten hebben ze nog, de Roesjes. Om op het slot van de deur te halen. Witzel kan trappen. Wegkans. Nou, het publiek wordt nu echt wel ongeduldig. Meteen ook vervanging bij standaard na die kans voor Witzel. Jovanovic komt erop, de gouden schoen. En Carcela, die mag gaan rusten. Pocognoli, Jovanovic, de voer. Jovanovic kijkt hem terug. Jovanovic gaat versnellen. Meteen door de beetjes. Maar dan, de voer gaat knallen op de vuisten van De Winter. Die een sterke match speelt. En weer hoop in de harten bij de supporters. Nog 12 minuten. Tito Ramos. Ja, die heeft tijd en ruimte. Hij weet het niet de best. Witzel met zijn stevige lijf. Witzel moet terug naar de voer. De voer trapt. Oh! Die bal had een rare curve. Dat had veel effect op. Maar De Winter, die redt het toch nog. Hij zag hem niet goed komen. Ja, de druk neemt nu toe. Eindelijk, want standaard speelde een wisselvallige match. Nog een late wissel bij standaard. Dalma niet echt in de match. Gaat eraf voor Dieu merci Mbokani. D'Onofrio zet nog eens alles op alles. 7 minuten voor tijd. We zitten officieel in de laatste 3 minuten. De voer. Zeer hoge bal. Witzel. Komt er wel aan, maar niet goed. Nikkeze. Dat is goed. Jovanovic en dan De Winter. En binnen, ja, Pocognoli. Sebastien Pocognoli 1-0. Sclessin ontploft, want ze hebben er ook zo hard voor moeten vechten. Zijn eerste goal voor Standaard. Ja, en Westerlo. Luister maar even naar dat publiek. Standaard wint dan toch. Westerlo heeft dus zijn kop voorgelegd. Maar gaat uiteindelijk dan toch ten onder. Nikkeze, De Winter in duel. En dan Pocognoli keihard tegen de netten. 1-0. Standaard ontsnapt, mogen we ook wel zeggen. Want echt goed hebben ze zeker niet gespeeld. Mbokani en dan de linker van de nieuwe man. En Westerlo gaat dus alweer ten onder in de slotfase.